Al, jij had tot voor onze uitzending de beelden nog niet gezien. We hebben ze jou laten zien. Je ziet ze nu voor de tweede keer. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk lastig. Want ja, je zit in een kast, dus je weet niet wat er om je heen gebeurt. Dus je maakt dat niet mee. Dus dat is gewoon lastig. Ja, en je kijkt er gewoon niet graag naar. Het is niet leuk om dit steeds te bekijken. Maar nee. Ja, het is wel... Het is gewoon gebeurd. Want je vindt het ook nog steeds lastig om erover te praten. En toch kies je ervoor om het wel te doen. Ja, het is twee kanten. Het is lastig om erover te praten. Omdat het toch best wel nog heel veel met me doet. Maar ik vind het wel heel fijn om erover te praten. Want het kan gewoon gebeuren. Het is gewoon werkelijkheid. Ik zit zelf nog in een film. Maar het is wel gewoon... Het is gewoon werkelijkheid. Het is gewoon gebeurd. Ja. Dat is gewoon heel lastig om... dat mensen uit te leggen, maar ja, je moet het wel kunnen uitleggen. Ja. Ja, vind ik wel, Want hoe lastig het is. Hoe gaat het nu met je? Wat doet het nu nog steeds met je? Nou, het gaat nog steeds niet goed. Ik ben nog steeds best wel veel bang. Knallen, ik hoorde net een camera wat heen en weer gaat, wat geluid maakt. Ja, daar word ik al zenuwachtig van. Dan wil ik eigenlijk al om me heen kijken wat er gaat gebeuren. Dat dus, maakt dan iets los, reageert als vanzelf. Ja, vreemde geluiden en ik ben gewoon steeds aan het scannen. Ik ben steeds de omgeving aan het scannen, wat er om me heen gebeurt, wie er wegloopt. Nu zou je misschien bang zijn dat er iets in de studio binnen zou kunnen komen. Ja, dat triggert me gewoon altijd. Ik hou gewoon... Ja, normaal gesproken zijn dingen gewoon heel normaal. Maar nu, ik hou alles in de gaten. Als je